Op een fietspad kun je 5000 fietsers per uur over een fietspad brengen. En per uur kun je over een rijweg 1300 auto's brengen. Dus is het meest rationele om fietspaden aan te leggen. Maar je kunt meer mensen vervoeren per uur. Dat is gewoon wiskunde. Ja, ik ben gefascineerd door mensen en door landschappen en de manier waarop ze met elkaar interageren. En maar het enige probleem met landschappen is dat ze geen stem hebben. En ik werp me graag op als zijnde de persoon die het landschap een stem geeft. En zorg dat we dus duurzame plekken maken waar mensen graag komen en graag verblijven. Nu hebben we nog altijd de neiging in Vlaanderen om de fiets te laten rondrijden en de auto de kortste afstand te laten afrijden. Eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn. Dus fietsen moeten rechtdoor kunnen rijden en auto's moeten rondrijden. Want auto's hebben een gaspedaal en fietsers hebben geen gaspedaal. Een fiets moet trappen.